Schiphol bereidt zich voor op de toekomst en bouwt een nieuwe pier en terminal. Complex, groots en uitdagend. In een operatie die dag en nacht doorgaat. Beleef het mee vanaf de werkvloer. Schiphol. Building the airport of the future. Nou, mijn passie voor architectuur is eigenlijk het impact hebben op de ruimtelijke omgeving. En het mooiste is toch wel dat je gewoon een concreet effect kan hebben op hoe mensen wonen en werken in gebouwen en omgevingen die jij ontworpen hebt. Ik ben Ruben Molendijk van Nieuwenhuizen. Ik ben de projectarchitect van de pier binnen het grotere team van Ecom CPZ. Dat houdt in dat ik de ontwerplijn van de pier bewaak en het team daar intern op aanstuur. Dus dat wat we uitwerken in lijn is met hetgeen wat we ontworpen hebben. Als ik voor een gebouw sta, dan is het eerste waar ik naar begin te kijken zijn de details, zijn de kleine dingetjes. Waaruit blijkt of zo'n gebouw nou net of slim of met zorg in elkaar is gezet. Het vakmanschap van de bouwer en ook van de ontwerper zit in mijn optiek vaak in hoe alle kleine dingetjes ook goed zijn opgelost. Wij zijn ook een architectenbureau dat er echt plezier in heeft om juist die kleine details en die aansluitingen en die overgangetjes om die helemaal netjes en strak te detailleren. Dat is ook nodig als je het soort architectuur maakt als wij doen. En het zijn juist die dingetjes die zo moeilijk zijn om in de uitvoering overeind te houden. Om de aannemer en zijn onderaannemers daarin mee te krijgen. Om te zorgen dat die ook echt tot het gaatje gaan. Als je nu al de bouw ingaat en je ziet het skelet staan van de pier, dan zie je eigenlijk al de ruimtelijke contouren van het gebouw terug. En daarin zie je al van, hey, dit is wel een ontzettend gave opgave. En we hebben er echt wel een heel bijzonder gebouw van gemaakt. En dat zie je nu al, ook al is het alleen nog maar de staalconstructie en de vloeren. Working for construction, being in the middle of action, actually gives me great energy. I'm Devrim Ömer. I'm the project director of the main contractor, Balas Nedam Tower, responsible for construction of the A pier project. We are so close to B pier, right outside our fence line, we have aircraft movements, so we have to be very careful. A very warm welcome to all of you. Bayan Baylar, hoş geldiniz. Very warm welcome to all our Turkish colleagues here. We've come together today for the celebrating the topping off ceremony of the new pier. And it's a major milestone in the investment program in Schiphol, and we can really see our new airport getting shape. What we see behind me right now is a result of a great team effort. Special thanks to Andre and Tony for their support. The building materials, they are mainly coming from airport specialist companies. Steel is coming mainly from Portugal and some from Holland as well. And our facade glazing is coming from Turkey, Luxembourg, Belgium. Our finishing materials are coming from mainly Holland. Passenger boarding bridges are coming from China. Mechanical and electrical equipment are coming from various locations from Europe. We have 8 different nationalities working together. Working with different nationalities is always good. You exchange your cultures, you exchange the way you do business. So you learn from each other. And the best part is when you become a team, no matter which nationality you are from, means that you are successful. Our common goal is like finding a best way forward in collaboration with the architect and other subconsultants as well. Wat wij ontwerpen is eigenlijk alleen maar een papieren werkelijkheid en daarna moet iemand het nog gaan bouwen en mensen moeten er ook achter staan. Communicatie als architect is superbelangrijk. Ons gezamenlijke doel is dat die pier er dadelijk staat en dat het een resultaat is waar iedereen trots op is. On a personal level, when the airport is operational and when I take the first flight out as a passenger from the airport, from A pier, that's when I feel very proud of it. Om straks voor het eerst door die pier heen te lopen, dat gaat een onwerkelijk gevoel zijn, denk ik. De gigantische inspanning die betaalt zich straks helemaal uit. Daar ben ik van overtuigd.